Hey, goedemorgen allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik ga zo meteen naar school toe. Ik heb vandaag een schooldag tot 6, best wel een lange dag eigenlijk. En het is nu 8:10. Ik ga zo meteen de deur uit en jullie gaan weer mee in mijn week. Het is weekvlog 55. Wow, het is wel echt... Het aantal klinkt zo veel, zeg maar 55. Dat je denkt van wow. Het is gewoon serieus bijna een jaar en 3 weken. Dus bijna 13 maanden ben ik bijna iedere dag aan het vloggen. Heel kort. Wow, daar zijn niets bij stil. Ik ben wel blij dat ik die beslissing heb gemaakt trouwens. Dat ik mijn weekvlogs ga maken. Omdat ik gewoon als ik ging dagelijks vloggen, dat werd hem niet. Omdat, ja, weet je, ja, elke keer denk je van, ah ja, weet je, ik vlog zo. En uiteindelijk kom je uit op een vlog van 4 minuten. Ja, dat wil je natuurlijk ook niet. En hier heb je gewoon een hele weekoverzicht. Dus, dit is vandaag. Deze H&M trui, die kennen jullie wel. De buiskabroek en de Zara schoenen, die kennen jullie ook wel. En ik ben echt zo blij met Lumi. Dit is een Lumi. Oh, wow, dit is een Lumi. En die zet je hier achter aan. Kijk, dan heb je zeg maar een soort licht. Wow, wel leuk. Dus, ik ga er even door en ik ga jullie zo weer. Nou, zoals je kan zien ben ik weer thuis. Het is nu, even kijken hoe laat het nu is. Het is nu 7:45. 7:45 alweer. Jezus, wat gaat het daar snel. Ik ga zo meteen lekker in bad. En ik heb van Jijke voor mijn verjaardag heb ik een lunch bereisbal gehad. En dat is de Intergalactic Bath Bomb. Deze. Daar ga ik lekker in bad mee. En dat ga ik natuurlijk voor jullie filmen. En jullie vragen zich af, waarom praat je zo raar? Ik heb dus net een bloedneus gehad. En ja, een bloedneus is niet zo fijn. Dus ik ga lekker in bad. Netflix kijken. En dan ga ik dit really filmen. Zien ben ik weer in mijn kamer. Daar is de weg. Ik ben lekker in bad geweest. Het was echt een super lekker bad. Alleen ik zit nu wel helemaal onder de glitters. Ik weet niet of je het ziet. Vast niet. Maar ik zat wel helemaal onder de glitters. En het is nu rond 10:30. Ik ga heel even lekker nog beneden zitten met mijn ouders. Even wat drinken. En dan spreek ik jullie morgen weer. En jullie zien mij over een paar seconden. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Het is nu 7:50. En ik ga zo lekker uit bed. Ik heb echt kut geslapen. Mijn neus is gewoon weer fucking verstopt. En toen was je vreselijk trouwens. En ik ga zo meteen omkleden. Ik weet nog niet wat ik aan ga doen. The struggles is real. Ik weet gewoon niet wat ik aan moet doen. En daar heb ik heel veel kleding hangen. Dus ik ga er even tussen kijken wat ik wel aan ga doen vandaag. En vandaag heb ik best wel een lange dag. Ik zit vandaag tot 10:00 op school. Omdat wij een debat hebben op school. Met heel veel stellingen en shit. En zo geen zin in. Maar weet je, het moet maar. En ik zit nou eigenlijk officieel tot 3 en dan moet het 7:00 wachten en dan hebben we het debat. Ik weet niet tot hoe laat eigenlijk, want ik dacht tot 10, zoiets. En vandaag wordt best wel een leuke dag, dus let's go. Oké, nou inmiddels ben ik alweer thuis. Het is nu rond 11:00. Ik heb heel weinig gevlogd op school en dat komt omdat wij een debat hadden. Om 7:00 was eigenlijk om, hoe laat was ik uit? 2:30. En om 7:00 begon het debat en om 10:00 was het pas klaar. Maar in de tussentijd gingen we ook heel even naar de stad. Ik heb wat gekocht bij de H&M en bij de Boulmer. En dat ga ik jullie nu laten zien. Oké, het is nu rond 11:00 en ik ben thuis. Ik had vandaag een debat op school, dus daarom heb ik het niet gevlogd. En in de tussentijd dat we vanaf uit waren tot aan dat debat,
heb ik zeg maar nog even geshopt in de stad bij de Pull & Bear en bij de H&M. En dat ga ik jullie nu laten zien. Laten we beginnen bij de Pull & Bear. Daar kwam ik als eerste en ze hadden zeg maar nu de 40% midnight sale, bla bla bla. En daar zag ik een superleuk shirtje. Deze. Ik vond het echt super cute. Met NYEC Big City of Dreams. En ik vond het ook wel heel erg leuk op de mouw. En deze was nu, was eerst 16, hoe duur was deze? 16 euro en nu maar 8 euro. Dus die vond ik echt wel heel erg leuk. En toen ging ik naar de H&M. En ik slaag heel vaak gewoon bij de H&M. Maar ik heb daar een sweater gekocht die ik al super graag wilde. En er zit zeg maar een verhaal achter. Want ik wilde hem zeg maar super graag. En toen zat hij net niet goed. Maar nu pas, heb ik hem gepast. Toen zat hij perfect. Dat is deze sweater. Een zwarte sweater met trip-in erop. Ik vind hem zo ontzettend leuk. Hij was maar 19 euro. En ik had zeg maar nog een bon. Dus ik heb deze gekocht. En deze gaat er super leuk staan. Met een zwarte broek. Echt super awesome. Dus dit is alles wat ik heb gekocht in Rotterdam. Oké, het is nu rond 11:30. Ik ga lekker slapen en ik zie jullie morgen weer. Tot morgen! Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag woensdag 15 maart. En ik ga zo meteen naar school toe. Ik heb vandaag best wel een schooldag tot 3 uur. Want we hebben vandaag dan vanavond hebben we een soort van danstraining tot 3 uur. Choreografie voor de act die wij 5 april hebben op school. En ja, vandaag mogen we ook stemmen. Dus ik ga vandaag ook stemmen. En daarna neem ik jullie ook mee. Dus dan ga ik jullie ook meenemen naar het stembureau. En whatsoever, hoe ver ik kan filmen. Ik heb vandaag dit aan. Ik heb me klaargemaakt. Dit is wat ik draag. Deze trui komt van de H&M. Die heb ik gisteren gekocht. Mijn broek komt van de Bershka. De schoenen Zara. En ik ga er nu vandoor. En jullie gaan weer mee. Dus let's go. Komen jullie? Ik heb deze jas nog toegevoegd. En die komt van de Zara. En deze sjaal van de Primark. En mijn tas komt van Sosterne Grenne. En ik ga er nu vandoor. Dus op naar Rotterdam. Naar school. We zijn uit. En we zijn dus uit. We zitten nu in het parkje. We zijn dus nu uit. En het is heel lekker weer. We zijn dus uit. Zoals ik net al zei. En we zitten in het parkje. Het is lekker weer. We hebben eten. Het is geen parkje. Oké, het is dus een soort van. We zitten aan. En we hebben sushis gehaald, wafeltjes, chocomel, bullet. En Nina eet aan haar broodje. Met wat zit erop? Vegaworst. Super lekker, yay! Ik word hier toch vrolijk van. Nou, zoals je kan zien, ben ik weer thuis. En ik heb nog even met Nina en Emily gezellig naar de stad geweest. En ik heb weer wat gekocht bij de H&M. Ik weet het, ik heb de afgelopen 2 dagen heb ik best wel veel gekocht bij de H&M. Maar ze hebben super leuke items. Dus, ik ga jullie nu laten zien wat ik heb gekocht. Als eerste heb ik deze, heb ik al in het oranje / roodachtig. Die ligt daar. Maar ik heb hem nu ook in het grijs. Een leuke hoodie. En deze heb ik toen gekocht in Amsterdam. Die rode toen met Ines was. En deze heb ik ook weer gekocht voor 10 euro. Dus die vond ik leuk. En toen kocht ik een shirt. En zoals je kan zien heb ik nu een sweater aan van Trippin. En ik heb dit shirt nu ook gekocht. Was ook echt leuk. En was ook maar een tientje. Dus die vond ik ook wel echt super gaaf. En ik ga zo meteen lekker stemmen. Op een partij. En dat ga ik zo ook doen. Het is nu rond 5:45. Ja, 5:45. Ik ga er zo vandoor. Even dit weer klaarleggen op de stoel. En dan ga ik lekker stemmen. En natuurlijk neem ik jullie ook mee. Dus let's go. Nog veel kijkplezier met de vlog. My sexy love. Yeah. Stemmen en nu gaan we lekker eten halen. Yay! Super leuk! Hele goede
Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag. Het is nu rond 7:50. Ik ben al echt om 3 uur wakker. Dat is sinds vanaf 4:30. Of tegen 4:30 ben ik wakker. Ik kon gewoon niet meer slapen. En best wel kut, want ik lag er om 12:00 in. En dat is echt kut als je om 4:00 hebt geslapen. Voor de rest voel ik me helemaal top. Ik heb mijn vlogs gekeken. Ja, vandaag best wel schooldag weer, tot 6. Ik ben echt kapot, echt heel erg goed. Dus, ja. Ik ben dus alweer een tijdje wakker, ik heb me omgekleed, dit is wat ik draag. Mijn sjaal komt van de Primark, jasje komt van de Zara. De trui is van de H&M, broek Bershka, schoenen Zara, deze die zwarte. En ik ga er nu van door. Dus let's go. Ik ga zo meteen eerst naar een stage in het theater. Dat ga ik niet vloggen daar. En dan daarna heb ik gewoon weer school. Tot 6:00. Dus ik ga er vandoor. My sexy love. You gonna have to do more than just. You gonna have to do less than you. Oh, I can see your halo, halo. I can see your halo, halo. That's the reason I'm so sick of love songs. So tired of tears. So done with wishing you were still here. Wow, ik zie je pas als een jouw zeggen lopen langs de winkel waar een kat op staat. Goedemiddag allemaal, het is nu zaterdag 18 maart en het is nu 4:45. En er is vandaag een pakketje binnengekomen van de webshop Wish. Linkje vind je in de beschrijving van deze, wat hierin zit natuurlijk. Ik weet al wat het is, maar ik ga het nu aan jullie laten zien. Als je iets bestelt bij deze app, krijg je het in zo'n zakje. Ik ga het nu openmaken. Ik weet niet wanneer ik het heb besteld, ik zet het gewoon hier ergens in beeld. En ook hoeveel dagen het erover heeft gedaan om hier bij mij aan te komen. Nou, ik heb een fles besteld. Oh, die is super gaaf. Maar ik dacht dat ik ook nog een zakje bij kreeg. Oh, die moet ik opladen. Nou, ik ga hem nu even openmaken. Het is zeg maar een borrelfles. Dit staat erop. My bottle. En deze gaat dus zo open. Super mooi. Oh, dit is ook handig. Kijk, er zit ook nog zo'n drinkdingetje bij. En dit zit erbij. Een super leuke waterfles. Die heb ik gekocht. En deze was maar 90 cent. Bij de app Wish. Ik weet niet waarom dit erbij zit. Maar ik vind hem echt onwijs gaaf. Hij is wel een beetje beschadigd hier. Maar goed. Dit is dus mijn nieuwe waterfles. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag zondag, de laatste dag van de week. Het is nu rond 10:30 en ik ben wakker. En ik ga zo meteen lekker naar beneden om te ontbijten. Vandaag ga ik niet zo heel veel doen. Ik ga misschien een beetje dansen. Een beetje een saai weekend is dit voor jullie. Om daar te kijken, want gisteren heb ik ook best wel weinig gevlogd. En ik ga nu lekker naar beneden ontbijten. En even dansen in de souterrain. En dat is wel mijn dagje. Ik moet ook nog even iets doen. Mijn video uploaden voor Engels. Maar voordat ik de vraag, komt die online? Nee, die komt niet online, maar dat is gewoon echt een schoolopdracht. Dus daar kan ik ook verder niks aan doen. Dus dat ga ik zo even doen. Dan heb ik dat al gedaan. Even die link mee naar mijn docent. Vanavond is James Maslow van Big Time Rush. En ik wil daar best wel graag heen. Moet even kijken of ik daarheen kan vanavond. Misschien met Ian, geen idee, maar dat zien jullie wel in de vlog en dan hebben jullie het aan de titel kunnen zien. En ik ga er nu vandoor, dus ik spreek jullie zo weer bij het ontbijt of bij dansen. Dus of jullie zien nu een plaat, of jullie zien een stukje film van mijn ontbijt, of jullie zien een stukje film van dans. Dus let's go. Dit is mijn breakfast, 2 puntjes met chocoladepasta en het is nu. Kijk, 11:00 bijna. Dus ik ga lekker dit eten. Ik spreek jullie zo weer. Even lekker chillen.
ik ga lekker Netflix kijken. En ik heb van Ines heb ik een Netflix account gehad. Voor mijn verjaardag. En ik ga nu een nieuwe serie aanzetten. Ik weet nog niet welke serie ik ga kijken. Maar dat zie ik dan wel weer. En jullie gaan natuurlijk ook wel horen wat voor serie ik ga kijken. Het is lekker je blond geworden, jongens. Oké, het is alweer wat later op de dag. Het is nu rond een uur of 2 uur. Precies. Kijk. 2 o'clock. 2 o'clock, sorry, moet ik het zeggen. Ja, dit is wat ik aan heb. Ik heb me omgekleed. Het is Drive and Trip In en de broek van de Bershka. En nog geen schoenen, maar ik denk dat mijn Zara schoenen aangedoen. Ik ga zo meteen naar het strand toe, naar Scheveningen. Gewoon gezellig met mijn moeder. En mijn zus en de hondjes. En gaan we lekker uitwaaien op het strand. Het is buiten, het waait echt knijterhard. Maar dat betekent wel dat op de, bij de kust, zeg maar, in Den Haag, ook nog harder kan waaien, zeg maar. Dus ik doe dan mijn lekkere warme spijkerjack aan met teddycoat van de Zara. En dat doe ik aan in mijn sjaal. En ik wil je trouwens laten zien, het is nog niet af, maar ik ben bezig met mijn kamer opruimen. Daar heel veel troep. Maar ik heb zeg maar een soort van een kledinghokje gemaakt. En dat ga ik jullie nu laten zien. Nou, dit is dan mijn kledinghokje. Met hier mijn koffer. Met erop een lamp. En dan ja, mijn Netflix tasje. Dan een rode trui. En dan dit. En dan, ja, hier heb ik wat. Een kleding zeg maar die ik niet hier meer kwijt kan. Maar dat is dan deze shirt. Dit shirt. Deze sweater. Deze sweater. En deze broek. En dan ligt hier liggen al mijn sweaters. Ik vind ze echt heel erg leuk. Justin Bieber, deze witte trui. Ik moet trouwens binnenkort even naar de Action. Want ik zag binnen afgelopen weekend zag ik daar een video van dat iemand daar van die fluwelen kledinghangers had. En dit, bij mij is het zeg maar dat het best wel snel afgaat en zo. Nou, vestjes, truitjes nog. Justin Bieber trui, scherpstellen, Boon Beer, H&M en dan hier de blouses en dan hier de tropische dingen. Ik ben echt blij met dit jasje trouwens en mijn camera wil de hele tijd scherpstellen. Deze vind ik echt heel erg leuk, is van de Wii en lekker zomer, gewoon een leuke bomberjack en mijn Levi's shirtje en dan Miranda shirtje. En dan deze sjaal en deze teddy. En dan daaronder heb ik dan zeg maar nog mijn schoenen. En hier heb ik deze My Bottle waterfles. En hier de geurkaars die ik van Sophie heb gehad voor mijn verjaardag. Dus dit is een beetje mijn kledinghokje. En ik wil zeg maar binnenkort nog zo'n kledingrek aanschaffen en dan die daarnaast zetten. Oh, en hier zijn trouwens 2 statieven en een random sok. Maar ik ben wel blij met dit hokje. En, ja, als jullie binnenkort een updated room tour willen zien, want nu is het zeg maar heel rommelig. En dit is zeg maar een schoolopdracht. En ik vond hem zo kleurrijk dat ik hem zeg maar wel goed in mijn kamer heb gehangen. En hier moet ik binnenkort komt er een updated aan van een room tour. Ik moet het dan wel nog wat gezelliger maken. En even goed opruimen, want dit kan echt niet. En dan heb ik een mooie witte auto voelde. Het is nu rond 2:05. En ik ga lekker mijn schoenen aantrekken. En dan ga ik naar het strand. Gezellig. Dus let's go! Ik moet ook trouwens nog de vlog bewerken. Maar dat doe ik dan vanavond wel. Ja, lekker gewoon gezellig. En ik ga ook even nog met Shania bellen vanavond. Want ik ga morgen naar Barcelona een week. Dus die zie ik een weekje niet. Dus... Oh my god, dit is wel zeg maar. Nou, ik spreek jullie zo weer, want het is weer geouwer en zo. En dat moet niet gebeuren. Op naar het strand.
het strand. Ik eet spersie, spersiebonen volgens mij en gebakken aardappeltjes met appelmoes en een glas melk. En ik ga nu heerlijk op mijn telefoon ga ik lekker Netflixen. Dus ik zie jullie zo weer. Het eten is op, ik ben lekker gaan douchen en het is nu 9:10. Ik ga even dansen in de souterrain. En zometeen de weekvlog gaan editen. Ik ga trouwens nu de weekvlog lekker afsluiten. Ik bedank jullie voor het kijken. En ik zie jullie volgende week maandag weer. Om 3:00 bij een nieuwe weekvlog. Dus tot volgende week.